Welkom iedereen bij deze bijzondere documentaire over de Liedjesfabriek. Een waar gebeurd verhaal. We hebben heel erg lang onderzoek moeten doen. Ik ben dus de documentairemaakster. Om erachter te komen wat er precies met die Liedjesfabriek is gebeurd. Lange tijd was het een mysterie waarom de eens zo succesvolle Liedjesfabriek ineens geen noot meer produceerde. Welk drama heeft zich daar afgespeeld? Deze documentaire is samengesteld deels uit nagespeelde scènes en deels uit authentiek filmmateriaal. Dus om het hele verhaal compleet te maken, want niet alles is natuurlijk gefilmd. We hebben gesproken met oud-medewerkers van de fabriek om de waarheid boven tafel te krijgen. En slechts een paar hebben openlijk met ons durven spreken over de gebeurtenissen van toen. Veel oud-medewerkers wilden niet herinnerd worden aan de periode waarin de fabriek tot stilstand kwam. U gaat het zelf zien. Het begin van deze documentaire speelt zich af toen het nog allemaal hartstikke leuk was in de Liedjesfabriek. En gezellig. En er werd muziek gemaakt. Ik zal daar ook eventjes kort iets over vertellen, want het is nogal vrij bijzonder eigenlijk. Hier staat de machine. Hier is de machine van de fabriek. Die maakt bladmuziek. Die rolt daar uit de printer. Daar in de hoek, ja, dat kan u straks beter zien. Maar daar is een printer, daar rolt die bladmuziek die zij maken als die machine in werking is. Dat rolt eruit. Dan hebben we hier het muzikantenmagazijn. Daar zijn muzikanten aanwezig. Die gaan die muziek eigenlijk als het ware testen. Dus die bladmuziek die eruit rolt, die moet natuurlijk kijken of die machine dat een beetje fatsoenlijk gedaan heeft. Nou, en zo ging dat elke dag. En ze produceerden echt de prachtigste dingen. En de eerste die altijd op zijn werk kwam, dat was de directeur. En die werkdag begon vervolgens, ging echt van start. Dan was er elke ochtend een tune om iedereen te inspireren. Thank you.
Sali, Lieselotte, Ines en Sebastiaan. En de muzikanten zien de muziek dus ook voor het eerst, maar ze zijn heel goed. Dus dat gaat eigenlijk vanzelfsprekend, ze zijn het zo gewend. Beauty, the moonlight overthrew you.
cherche. Before last night, I was down on my luck. There was nothing going my way. Before last night, wasn't feeling the love. No reason for a smile on my face. But I was always told you could turn it around. Do it for the light of day. So get yourself together, head out on the town. The music's got you feeling okay. Now I'm on a roll and I'm losing control, 'cause I got that sunshine. It's like the world is mine. I can't deny I'm feeling good. Gets up from smiling. I'm bottled lighting, but deep inside I'm feeling good. Everything's alright.
toen de werkdag er bijna op zat, kwam er nog een bezoeker in de fabriek. Ik heb een brief voor de directeur. De directeur riep iedereen op het toneel, alle muzikanten. Het was sowieso het einde van de dag. En zo'n brief die hadden ze echt al wel vaker gekregen. Maar ja, het bleef vermakelijk. En ze las hem nog een keer helemaal voor. Want het waren steeds een beetje dezelfde brieven. Ze hadden ze al eerder gehad. Geachte directeur van de liedjesfabriek, al heel dikwijls hebben wij u laten weten dat de muziek die uw liedjesfabriek produceert niet meer van deze tijd is. De liedjesfabriek moet moderniseren. Dit is de laatste waarschuwing. Reageert u niet op deze brief, dan gaan we over tot harde actie. Met onvriendelijke groet, de muziekkindindustrie. En als een echte directeur het wel betaamt, bleef ze nog eventjes achter aan het eind van de dag. Eindelijk was het haar beurt om eens even rustig muziek te maken. De tweede dag brak aan en de tune werd gespeeld. Als altijd begaven de muzikanten zich naar hun werk. Maar heel vreemd. Deze ochtend geen directeur. Hoe kan dat? Thank you.